quite a difficult subject to talk about. A lot of people are dealing with this issue currently, but not a lot of people are speaking out. Do we associate being burnt out with shame and failure? Or are people just too burnt out to speak out? Some say we are currently in a burnout pandemic. Yeah, I know. Another pandemic. We went out to see what experiencing a burnout really feels like, so that we can shed a light on this important issue. How do you recognize having a burnout? What can you do to prevent it? Let's find out together. Zo. Oké, meneer Uiterlinde. This is Mr. Uiterlinde. He had a burnout in 2015, working in education. His recovery period was around 6 months. This is what he told us about his experience with the burnout. Kun je echt weer gewoon goed aan de slag daarna? Ik heb, wat er gebeurde is, ik werk in het onderwijs en ik was op een andere school gaan werken. Daar was heel veel mis en ik heb geprobeerd dat allemaal op te lossen. En op een gegeven moment had ik zoveel verantwoordelijkheden op mijn nek genomen dat ik dat zelf niet volhield. En toen bleek ook dat er in die omgeving verder weinig voedingsbodem was voor al mijn goede ideeën. En toen ben ik eigenlijk een beetje in elkaar gedonderd. Ja, en hoe heeft u die hele periode ervaren, zeg maar? Nou ja, je bent letterlijk wel een beetje opgebrand. Flexibiliteit is op, je hebt geen concentratievermogen meer, je overziet het allemaal niet meer. En die aanloop daar naartoe zat ik al heel lang in een soort van dat ik heel veel niet kon onthouden. Dan kan ik heel snel schakelen. Dus als ik in een vergadering zit en ik denk, oh, waar gaat het vorige week dan over? Nou, dan zat ik intussen even naar Tule te kijken en dan was ik weer bij. Echt dacht van, ik kan dit niet meer opbrengen en ik heb morgen dit en overmorgen dat en dan ook nog dat. En toen ik een soort van paniek voelde van, ik trek het niet meer. A research conducted by the CNV shows that the pandemic cuts deep mentally. Around 36% of the workforce feels they are working with a huge amount of increased work-related stress. 42% doesn't enjoy their work anymore, and 21% is getting close to a burnout. These numbers are spread over a lot of sectors, public and private. Heb je het ook veel bij collega's gezien toen je werkzaam was in die omgeving? Nou, dat was een jongen die in mijn tijd, we hadden een docent te weinig, dus hebben we een nieuwe docent aangenomen. En die jongen die is ook gelijktijdig met mij is die ook omgedonderd. Omdat hij het eigenlijk ook niet verdroeg om in die matige omgeving te werken. Die heeft het dus nog net ietsje korter gered dan ik. Zo, en hoe bent u er dan weer bovenop gekomen? Dus ik was eigenlijk een week nadat ik me ziek meldde, had ik al mijn eerste gesprek met die coach. Dat was wel heel goed geregeld daar, met het ROC. Want die hadden daar vaker mee te maken gehad. Vandaar. En die coach die zei eigenlijk direct, van nu af aan hoef je niks meer. Je moet gewoon nu bijkomen, je moet uitrusten, je hebt geen verplichtingen. Het werk gaat zonder jou ook wel door, je gaat niet je mail lezen, je gaat alleen maar zoveel mogelijk slapen en doe af en toe een wandelingetje en daarna weer een dutje. Ga niet zitten nadenken over wat er allemaal mis kan gaan. Dat werkt heel goed. Ja, het heeft echt wel denk ik een maand of twee, drie geduurd voordat ik me weer een beetje mezelf voel. De boodschap was, jouw stressniveau is zo hoog, je zit zo hoog. Je moet eerst even helemaal afdalen naar nul. Zoveel mogelijk die systemen weer resetten voordat je je weer gaat inspannen. We're seeing an increase in the numbers of work-related stress. In only 1 year, the percentile rose from 29% to 36%. The percentile of edging close to a burnout also rose tremendously, from 11% to 21%. Now, we wanted to ask a professional some questions about burnouts, so that they could give us some medical background and ask if there was an increase in patients. To our surprise though, not a single practice, psychologist, or institution had some spare time for us to conduct an interview. They all stated that they are too busy at this current moment. Seems that these specialists could do with a little bit of burnout prevention as well. Thank you for watching.